Ja, ik zoek het publiek. Waar is het publiek? Zeg, horen jullie mij net zo slecht als dat ik mezelf hoor? Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ik hoor jou wel goed. Ja, oh, oké. Ja, ik kan jou iets harder zetten nog als je dat wil, maar hallo? Ik weet niet of dat mag. Hallo? Ja, ja, dat klinkt heel dof. Die ligt gewoon ook op telefoon, maakt niet uit. We zijn er weer, een hele goede avond. Hoe was jullie week? Grappig. Zweterig. Grappig. Ja, ja. Heet. Maar grappig, Dominique. Ja. Heb je een grappige week gehad? Ja, er zijn mij vreemde dingen overkomen. Echt? Ja. Vreemde maar dingen. Maar wel grappig achteraf. Ja? Ja. Wat voor vreemde dingen dan? Wil je het nu weten of zou ik het bewaren voor de hints? Nou, daar zijn we bij aangekomen. Dus. Ja, dus welkom bij Little Hints. Dominique, vertel. Ja. Nou, ik had in die hitte met mijn auto. De ramen gingen niet meer omlaag. Oh. En ik had ook nog niet het airco-knopje gevonden, want zo lang heb ik die auto niet. Ik wist überhaupt niet dat die erop zat. Ja. Een oud ding, maar wel leuk. En dus ik eindelijk een afspraak gemaakt bij de garage en de hitte was eigenlijk weer een beetje voorbij, hè. En ik kom eraan, 3 weken hebben ze het niet gedaan, hè. En ik kom eraan en die man die probeert de ramen en ze gaan open en dicht. Hè? Het is zo bizar. En hij keek me aan, want ik had hem al aan de telefoon en gezegd van, ja, en het is zo ontzettend heet en weet ik het allemaal. En toen zei hij, ja, maar je hebt toch airco? Ik zei, ja, maar waar dan? Ja, hier staat gewoon AC. Ja, wist ik het. Ja. En dan moest je dus op drukken. Nou, dat heb ik ontdekt. En mijn ramen doen het gewoon. Maar wat was er nou mis met die ramen dan? Nou, die hebben het gewoon niet gedaan. En ik kwam bij de garage aan waar ik hem had gekocht. En blijkbaar dacht hij van, nou, hè? Even lekker mindfuck. Dat noemen ze nou de vloek van de technicus. Ja? Dat heb ik ook heel vaak meegemaakt de afgelopen tijd. Verschrikkelijk. Maar ik kon er wel heel hard om lachen. Want hij keek me aan. Ik had hem helemaal verteld, ze doen het echt niet. En hij dacht, ben je ziek of zo? Oké, maar heb je dan ook nog zeg maar echt zo'n, dat je op moet klikken, dat die ramen naar beneden gaan, dat je zo'n hendeltje waar je moet draaien? Nee, elektrisch. Oh, oké. En daarom dacht ik, shit. En ik heb zo zitten zweten, hè. En onderweg, als ik onderweg was, deur open, terwijl ik aan het rijden was soms even. Want ik hield het niet meer. Ik voelde me net een puppy die opgesloten was in de hitte. Oh, verschrikkelijk. Zweet liep over mijn been heen. Maar hij doet het weer nu? Nee, ik weet ook niet waarom, maar hij doet het. Oké, dus jouw Little Him gaat uit naar die man van de garage die eigenlijk niet zo heel veel heeft gedaan, maar misschien met een Harry Potter spreuk ik je raam weer open heeft. Ik denk dat het tovenaar is. Ja. Oké, en wat was het voor de rest van je week? Ik heb nog iets meegemaakt. Oh. Ja, dat was minder grappig, maar achteraf ook wel weer iets voor mij. Ik ging naar de dokter, want ik voelde een bobbeltje in mijn borst. En ik dacht, ja, je moet altijd iets controleren als je twijfelt. Ja. Kom eraan. Ik was echt een beetje gestrest. Want ik dacht, ja, mijn leven is toch niet nu al voorbij. Ik ben 25. Ja. En ik keek die dokter aan. Ik zei, ja, we moeten toch even kijken. Want ik vertrouw het niet. Nou, gekeken. Dominique, het is je rib. Oh, oh, man. Dat kan toch niet? Ik schaamde me dood. En hij zei, waarom vind je het zo erg? Wil je dan iets hebben? Ik zei, nee, natuurlijk niet, maar het is wel een beetje gênant. Het was je rib uiteindelijk. Het was mijn rib. Maar die steekt dan iets meer uit dan de rest van je botten of zo? Ja, blijkbaar. Oké. Ja. Maar dat was wel helemaal normaal dan? Nou, ja. Oké. Ja, blijkbaar. Het is ook nog nooit eerder opgevallen? Nee. Oh. Nee, gewoon in 1 keer. Nou, gefeliciteerd. Er is niks aan de hand. Ik heb een rib. Ja. En Rick, hoe was jouw week? Ja, zoals ik al zei, heet. Ja. Heel heet, heel zweterig. Ja, dat klopt. En ik hou niet van hitte. Nee? Niet als ik dingen moet doen. Nee, snap ik. Oh ja. Dus dat was een vervelend weekje wat dat betreft. Maar ik moet zeggen, ik had eigenlijk geen Little Him meegenomen. Maar nu ter plekke verzin ik er wel iets. Ik heb hier een heerlijk blikje rode stier staan. Ja. Oh. Deze. Maar dat is zo'n smaakje, zeg maar. Ja. En ik heb hem al ooit wel eens eerder op. Maar ik realiseer me nu ineens dat het een beetje smaakt als of je een lekkere zomerse cocktail drinkt, maar dan zonder alcohol. Oh. Is echt zo. Ja. Ik ken die. Ja. Super. Dus ik vind dat eigenlijk wel top. Maar welke smaak is dat? Want het is een tropical. Gele. Tropical. Oké. Ja. Want ik weet, ik ken wel die kokos. Dat is zo'n wit blikje volgens mij. Die is ook wel echt wel lekker. Ja. Ja, ja, ja. Ja, maar echt top. Ik bedoel, het is misschien niet zo heel gezond, maar de cocktails ook niet. Dus als je geen alcohol kunt drinken, omdat je bijvoorbeeld nog moet werken en je wilt toch iets van een cocktail, die.
That's your way to go. Oké. Je weet wel wat ik bedoel met de roosterstier. Oké. Heerlijk. En dus daar gaat de Lidl Himmer naar uit. Ja, dat bedoel je. Ja. Maar ik heb dus, dat was ook de reden dat ik de vorige week niet was. Ik werd in één keer geboekt op een feestje. En Ik dacht Ja, ik dacht dus van, hè, maar een feestje, moet je dat wel doen nu? Maar dat was dus een project van een aantal studenten. Die organiseren feestjes in studentenhuizen. Dus alleen met hun eigen gezelschap. De boel moet getest worden van tevoren en zo. En dan op een dakterras hadden ze een DJ-boot gemaakt. En die hebben daar twee avonden hebben die dat gedaan. Dus er zaten alleen maar mensen van een eigen huishouden. En op een gegeven moment de silent disco vanwege geluidsoverlast 's nachts. Vond ik echt top geregeld. Oh, toch een soort van feestje voor je eigen gezelschap. En dan even van tevoren testen. En dat kan dan gewoon. Ja. Dus dat was echt wel leuk. Technotourtje heet dat. Dus mijn Lidl Him gaat naar die mensen uit. Oh, dat is leuk. Ja, dat was leuk. Misschien dat we dat hier een keertje kunnen organiseren. Silent disco. Ja, silent disco, ja. Dat heb ik ook nog nooit gedaan trouwens. Met jullie dus blijft niet silent, denk ik. Nee. Dus volgens mij was het een redelijk weekje voor iedereen. Ja, behalve die hitte dan inderdaad. Maar goed, het is nu wat minder, hè? Dus het valt nogal mee. No. Het is nu goed te doen, vind ik. Het is een beetje broeierig nu. Een beetje benauwd is het. Ja, dat wel. Oké. Nou, wat ik wel heb gemerkt, misschien nog heel kort. Het ligt vooral aan de luchtvochtigheid. Ja, dat klinkt misschien weer heel weer technisch. Maar dat heb ik van de week echt gemerkt. Want het was op een gegeven moment één dag. Voor mij was dat de woensdag. Was het ruim 25 graden. Echt, of tegen de 30 misschien bijna. Ja, heet. Warm. Ja. Maar ik heb niet superveel gezweet of zo. En toen hoorde ik aan het eind van de dag op het weerbericht van, ja, de luchtvochtigheid was nog laag relatief. Dat is van 40%. En gisteren, toen het echt zo helemaal losging, of eergisteren, ik weet niet meer wanneer. Gisteren. Toen was het ook echt heel erg benauwd. En toen was de luchtvochtigheid 90%. Dus dat verschil, dat merk je heel erg. Dus temperatuur à la. Maar de luchtvochtigheid moet echt laag zijn. Ik merk dat aan mijn haren. Ze gaan krullen als luchtvochtig is. Ja, ik merk het gewoon aan mijn kleding. Ik dacht dat het kano was aangeschoven, maar hij valt mee. En voor mij is het met de hooikoorts ook één grote ellende. Want echt heel erg benauwd. En ik moet heet het niet en in mijn ogen wrijven en zo. Ik heb ook steeds meer last van de laatste tijd. Ja, bizar. Ik sta ook helemaal strak van de medicatie. Daar maar niet over hebben. Mag ik dit even met je delen? Ja, is ook goed. Ja. Delen jullie hem ook even? Duimpje omhoog en zo. Familie, vrienden, iedereen.